Voor sommige toeristen is het nog schokkend nieuws. Oh my god, I can't do it. Or I can't buy, or I can't even vape. Maar Amsterdammers weten inmiddels wel dat je vapes met een smaakje nog wel mag gebruiken, maar niet meer mag kopen. Betekent dat ook dat jij sinds 1 januari geen vape met smaakje meer hebt gekocht? Nee, dat is niet zo. Ik heb wel na 1 januari wel nog een paar keer een vape gekocht. Maar dat was niet meer in de winkel, helaas. Toch kan het in sommige winkels nog wel. AT5 ging langs bij 30 tabakzaken, verspreid over de hele stad. En bij 7 van die winkels kun je nog vapes met een smaakje krijgen. Het is vaak overigens niet heel moeilijk om te zien welke winkels dat zijn. In sommige gevallen gaat het om het opmaken van een voorraad, wat officieel ook niet meer mag. 3 winkeliers zeggen ondanks het verbod gewoon door te gaan met de verkoop. Kwalijk, zo vindt de Voedsel- en Warenautoriteit. Deze winkels moeten natuurlijk gewoon stoppen met de verkoop van vapes met een smaakje, want dat is verboden. Ze moeten er rekening mee houden dat de NVWA elk moment op de stoep kan staan en riskeren een flinke boete die kan oplopen tot zo'n 2000 euro. Dan terug naar de gebruiker, want hoe komt die nu aan zijn vapes? Gewoon bij zo'n mannetje die dan wel wat vapes verkoopt, die bestelt dat dan. En bij hem kan ik dat dan gewoon halen. Hoe kom je dan bij zo'n mannetje? Ja, die krijg je dan gewoon op Snapchat. Die voegt jou toe op Snapchat. En dan is dat iets met een vape, nog wat. En dan voeg ik hem toe en dan denk ik van, nou, ik heb eigenlijk wel zin in een vape. Nou, dan haal ik een vape bij hem. De NVWA zegt zich nu vooral op dit soort distributeurs en ook importeurs en producenten te richten. De boetes die zij kunnen krijgen zijn dan ook een stuk hoger dan die voor de winkeliers. Namelijk 4500 euro. Volgens de NVWA is het nog te vroeg om effect van de handhaving te zien. Zien de jonge Amsterdammers zelf dan al effect? Het helpt niet echt. En ik heb al iets gelezen over dat de Duitse winkels er wel heel blij mee zijn dat Nederland het heeft verboden. Ja. Ja, mensen om me heen, vrienden van mij, die vapen gewoon nog steeds net zoveel als dat ze dat daarvoor deden. Ja. Misschien zelfs wel misschien iets meer. Meer? Ja. Omdat ze dan, zeg maar, omdat het moeilijker is om het te krijgen, kopen ze dan meer in één keer in. Ja. Zodat ze het langer niet hoeven te halen.